Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En ik heb weer een nieuwe weekvlog. En dit is een weekvlog for real in quarantaine. Want als jullie mijn vorige weekvlog hebben gezien, heeft Isabel dus corona. En ik heb haar gezien. Dus ik moet een week in quarantaine. Dus ja, dat is helemaal kut. Maar aan de andere kant, we gaan het positieve eruit halen. Weet je, ik heb me er heel kut om gevoeld, maar we moeten gewoon het beste uithalen. Ik ga namelijk in quarantaine bij Amee, haar moeder. Gaan we gezellig samen in quarantaine, zodat we nog een beetje kunnen volhouden. Ik ben nu echt mijn hele mega huge koffer aan het inpakken met allemaal kleding en shit die ik nodig heb. Want ja, ik mag dus niet werken, ik mag daar alleen maar zijn. Maar ja, ik weet echt niet eens waarom ik zoveel kleding nodig heb. Maar ik ben gewoon bang dat ik iets mis of whatever. Ja, ik hoop dat het goed komt. Dus ja, het is nu al inmiddels 3:15. Ik ben de hele ochtend bezig geweest met alles regelen. En ik werd gebeld door GGD en bla bla bla. Gezeik, er is super veel gezeik. Dus alles mensen inlichten. En ja, helaas. Maar het is echt kut. Maar het is gewoon niet anders op het moment. Dus nou jongens, ik ben er met Isabel aan het facetimen. En Isabel die is vanaf woensdag corona free. Dus dan komt ze bij ons in quarantaine. Want haar hele huis moet dus 2 weken in quarantaine. Zeg maar, hele huis houden. En ja, dat is gewoon kut. Ik ga daar niet bij zitten en leuk doen van ik mag wel eruit. Ja. Want ja, ik ben al 40 uur klachten. Ja. Dus ik ben eigenlijk al beter. Maar ja, ik moet nog wachten tot woensdag. Tot donderdag eigenlijk. En dan is het een week geleden. Dan ja. Ja. Dus ben benieuwd. Ik hoop dat ik alles heb. Ik heb deze mega koffer ingepakt. Helemaal gek. Maar ja. We gaan het zien. Nou, ik ben nu met Amee bij haar moeders huis. En hier gaan wij een week in quarantaine. Nou, top. Ik zeg al tegen Amee, we moeten echt wat gaan verzinnen om te gaan doen. Want what the fuck gaan we hier een week lang doen? We hebben echt niks te doen. Nee. Oh, wat erg. We zitten hier pas 10 minuten. We kunnen ook gewoon niks. Dat is toch wel. Ik ga iets voor even facetimen. We kunnen ook gewoon niks doen. We kunnen alleen naar McDrive. Zoals dat mag eigenlijk niet. Nee, maar ja. Nou, we zijn maar begonnen met een wijntje. Amee niet, want Amee lust geen wijn. Maar, mijn neef komt waarschijnlijk ook gezellig hier in quarantaine. Dus... helemaal top joh. We hadden net wat boodschappen. In ieder geval, we hadden wat boodschappen laten halen. Nou, we hebben zo een fles vodka. Want ja, moeten we ons ook vermaken. Natuurlijk brood, wat chips, eieren. En nou, wat drinken, lekker wijntje. Amee gaat vanavond nasi maken. Maar ja, ze heeft geen spullen om nasi te maken. Dus er zit nu kip hierin. Ik ga helemaal stuk. Nou, we zitten nu in de auto, want ik ben dus thuis een paar dingen vergeten. Bikini en muziekbox. Dus het gaan verhalen. Net kwam mijn vriendin even gezellig boodschappen brengen. Dus we hebben weer wat in huis, maar ik heb het thuis net laten zien. En we hebben net een paar kipstukjes op. Een stukje vanavond eten, maar ja. En verder... komt mijn neef ook bij mij in quarantaine. Nou, helemaal gezellig. Morgen allemaal, nieuw day in quarantaine. En er is iets heel ergs gebeurd vannacht. Want ik ben gestoken door een mug in mijn oog. Nou, het is echt... ik schaam me dood. Ik heb ook geen make-up op nu. Maar... ik ga echt met zonnebril opvloggen, want ik durf de deur niet eens uit. Nou, dat kan gelukkig ook niet. Maar, oh my god. Nou, ik heb... we gingen, hoe laat gingen we slapen? 3:30 of zo. Het was wel echt gezellig gisteravond. We hebben gewoon lekker drankjes gedaan en is er pizza gegeten. Nou, dat is natuurlijk weer een avondeten, wat fuck. Maar ik ben nu een video aan het editen. Ik heb net even wat dingen op Instagram geplaatst, wat echt heel hard nodig was. En ja, ik moet eigenlijk ook nog wat eten. Maar ik, nou, ik ga zo denk ik even een tosti maken of zo. En we hebben gisteren nog fuck. Oh! We hebben een zwembad gehaald bij de supermarkt. Kijk hoe leuk. Heb ik dat al gezegd? Dat we dit hebben gehaald. Fucking groot. Een heel, heel familiebad. Nou, ik hoop dat het werkt. Nee, het is nu nog niet zo heel mooi weer. Maar het gaat sowieso wel mooier weer worden deze week. En we hebben ook nog allemaal andere boodschappen gehaald.
Zijn koelkast is weer gevuld als het goed is. Of hij is wel weer leeg gegeten. Nee, we hebben allemaal dingen gehaald. Dus deze koelkast, besef dat deze koelkast helemaal leeg was. En nu is hij gelukkig helemaal weer vol. Dus ja. En vandaag ga ik video editen. Een beetje, ja, wat ga je doen op zo'n dag? Je kan niks. Ik moet nog douchen. Ik heb net 2 koffie op. En ja, een beetje aan mijn werk zitten. Maar ik mag niet echt werken bij de apotheek. Wat moet je vertellen? Wat moet je vertellen? Hier zit ik altijd. Wat een gauw hoor, joh. Het is inmiddels bijna 4:30. Ik heb even een tosti gemaakt. We hebben alleen mayo hier in huis. We hebben geen ketchup. Echt kut. Maar ja, dan maar dit. Ik ben video aan het editen. En heb even een kopje thee. En mijn neef zit al lekker aan de wijn. Want ja, het is 4:30, weet je. Waarom niet? De boodschappen zijn weer gebracht. We hebben een krat bier. Drank. Brood. Appels. En een mega tas vol met vreten. En die hele koelkast ligt al vol. Dus mijn knappe neef. Die knappe neef. Nou, die moet in de koelkast, schat. We gaan dus tacos eten een keer. Wat moet je in de koelkast? Bananen. Die bananen zijn voor haar mee als ze zich verveelt. Rot op. Maar ja, hoezo wilde jij 4 croissantjes? Ja, hij heeft honger. Nou, we hebben make-up remover gehakt. Beetje gezond, tomaten. Dat is Amederhoekie. Ja, dat is Amederhoek. Nou, suikerklontjes en melk voor mij in mijn koffie. Ik ben koffieverslaafd, voor de mensen die nog niet wisten. Dit is mijn hoek. Slavink. Zoveel slavinken. Oh. Wat had jij gezegd dan? Ik zei, neem maar 4 mee. Oh. Nou ja, best. Dat komt wel op. Ja, joh. Anders dan gewoon weer weg. Ja. En heel veel drank. Oh my god. Olijfolie. Ik ga het niet eens passen. Voor het bakken. Vanavond ga je nasi maken, toch? Ja. Want mevrouw kan lekker koken. Nou, daar hebben we echt geluk mee. Ik ben blij, jullie hebben het nog nooit gegeten. Nee, oké. Okay. Kwark voor Chris. Voor de eiwitten, mop. Een theetje en heel veel drank. Het heeft gewoon een hele grote. Nee, is weer nog een kilo. Thee. Mag hier. Hier, dit is allemaal groente. Dit past nooit. Hoezo 4 paprika's, 3? Voor in dat ding. Nasi? Nee. Oh ja. Hoeveel is dit? 1 kilo. Ja. Het gaat 1 kilo te. Maar dit past allemaal niet. Nee, ik ga het anders indelen. Nou, en we hebben hier nog wijn. Niet alle wijn hoeft trouwens koud te staan en alle drank. Perfect. Mais. Nou, helemaal top. Ga je nog... Ja? Ik wilde net vloggen. Nou, ik heb nog even mijn zonnebril, want ik schaam me dood met het oog. Maar ja, weet je, ik ga even lekker een taartje bakken. Nou, en ik ga lekker een taartje bakken, want ja, we hebben niet veel beters te doen. Red Velvet Cake, dus ik ben benieuwd. Zin in? Ja, hey, deze wordt eerst in een hele leven de afwas gedaan. Nou, ik ben echt trots op je. Ik zou hem zeggen, ik doe me vrij goed af. Toch? Lekker pik. En hoe vond je het? Huh? Hoe vond je het? Om voor het eerst in je leven af te wassen? Waanzinnig. Heerlijk gevoel. Ga je het nu ook vaker doen? Nee. Nooit meer. Nee. Amé heeft hem even afwasles gegeven. Voorgemaald is vandaag een nieuwe dag in quarantaine. Dag 3. Ik begin steeds maar een beetje aan het quarantaine leven te wennen. Eerst vergat ik een beetje te vloggen en zo, maar... Ja, ik heb vandaag mijn coronatest, want ik heb gelogen dat ik klachten heb, want ik wil gewoon weten of ik het heb of niet. Maar je mag niet testen als je geen klachten hebt. Dus ik heb gezegd dat ik een beetje verkouden ben. Ik ben ook wel een beetje verkouden, maar ik denk echt dat ik corona heb. Gisteren sliepen we om 5:30, echt belachelijk. Dus ik heb echt geslapen tot 2:30 en het is nu bijna 2:30 en om 2:30 heb ik die test. Dus ik heb even snel een bakje koffie. En dan gaan we zo de richting heen. En mijn scooter is klaar, dus... Ik ga vanavond ook mijn scooter ophalen en die ga ik gewoon naar huis rijden, want ik mag gewoon in de buitenlucht zijn. Dat had Isabel gevraagd aan de GGD of ze maar wel buiten mogen lopen, maar niet in contact met mensen komen. Dat was goed. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. What the fuck? We lopen hier op straat. Er zijn opeens 2 geiten. Nou, ik ga stuk. Oh nee!
Kst. What the fuck? Ik ga stuk. Zitten gewoon twee geiten op de weg hier nou? Nou, dat klopt echt niet hoor. Maar het is echt fucking mooi weer. Het is echt fucking mooi weer gewoon. En ik ga proberen om de test te filmen, maar ik denk niet dat het mag. En denk ook niet dat het kan. Ik denk dat ze het gaan zien. Want ik word vanuit de auto gedaan. Volgens mij of ik moet daar gaan zitten of zo. Ja, ik moest uitstappen. Ja, ik zie dat het heel lastig. Nou, we zien het wel. Nou, we zitten in de auto. Ik heb de test al een keer gehad en ik vond het echt heel erg meevallen. Het ziet er kutter uit dan het eigenlijk is. Ja, klopt. Eerlijk. Maar ja, ik vind het zo raar deze quarantaine. We zitten alleen maar feesten. We hebben gisteren feest, vandaag feest, eergisteren. Gewoon op maandag en dinsdagavond zitten wij, gaan we om 6:30 slapen en dan gaan we feesten. Met z'n drieën. Mijn neef is trouwens gewoon nog bij Ame thuis. Die ligt gewoon lekker in bed een boek te lezen, zo lief. De hele dag een boek, gewoon een Potterboek aan het lezen. En die was gisteren super verstandig bezig om 12:00 naar bed gegaan. Dus wij hebben met z'n tweeën doorgefeest tot 6:30. Wat een rare vlog. Ja, en iedereen zegt waar blijf je vlog, maar ik heb geen wifi, dus ik kan niks uploaden. Vanaf morgen kan het weer, dus ik moet vandaag ook even mijn weekvlog editen. Het is inmiddels 6:30. Zo, ik zie er erg niet uit. Ik lig de hele dag op de bank niks te doen. Ik vervel me zo erg. Ik ben echt moe aan het worden. Ik ga zo denk ik nog een uurtje slapen. Chris en AB zijn ook aan het slapen nu. Maar ik was net even een Q&A aan het doen op mijn Instagram. Morgen. Vanavond zou ik eigenlijk mijn scooter ophalen, maar dat gaan we nu verplaatsen naar morgen. Dus, want mijn vader komt vanavond niet. Ik kan niet praten, I'm so sorry. Ik ben echt bang dat deze week nog zo saai wordt, omdat ik alleen maar thuis zit, maar... Vandaag heb ik echt niks gedaan. Ik had vanmiddag tonijnsalade gemaakt. Het was fucking vies geworden. Want ik had veel te veel zout of zo gedaan. Terwijl ik helemaal niet veel zout had gedaan. Maar het was zo zout dat ik gewoon een hap zout had. Dus uiteindelijk heb ik noedels gemaakt. Verder heb ik nog niks gegeten. Mijn ontbijt begon ook echt om 4:30. Dit ritme slaat natuurlijk gewoon helemaal nergens op. Goedemorgen Chris. Lekker geslapen. Heerlijk. Mooi. Scooter van hier. Ja. Nou, goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. 27. Toch? Het is donderdag, toch? Ja. Ja. En ik ben heel dood. Want gisteren hadden we iets te laat gemaakt. Maar ik ben nu onderweg mijn scooter ophalen. En ik heb de testuitslag gekregen. Ik heb geen corona gelukkig. Dus dat is top. Ik zit nu met mijn vader in de auto op de achterbank. En zijn we mijn scooter aan het ophalen. Ik ben zo fucking benieuwd. Ik kan echt niet wachten. Zo, hallo allemaal. Het is inmiddels vrijdag. Gisteren ging dus mijn scooter ophalen en ik werd helemaal niet goed. Ik heb gewoon echt nog nooit zo kut gevoeld. Dus ik ben toen naar huis gaan rijden, half kotsend. Dus dat heb ik niet gefilmd. Ik heb het daar ook niet meer kunnen filmen, want ik zat daar echt met mijn ziel onder mijn armen. Maar het is inmiddels al vrijdagavond. Ik heb gisteren om 11:00 naar bed gegaan. 11:00 's ochtends geslapen, dus echt klok rond. Toen ben ik de hele dag niks gaan doen, want het is echt bloed en bloedheet. Ben ik net even op mijn scooter boodschap gaan halen. Even een rondje rijden met dat ding. En hij rijdt zo fucking chill. Dus dat is top. Kunnen we even laten zien. Er zit nu even een theedoek overheen. Want anders... Ik weet niet, een vriendin zei dat ik dat moet doen. Maar ja, hij ziet er dus zo uit. Hij is donkerblauw. En hij is echt fucking gaaf. Hij heeft alleen maar zwarte details. Echt zo fucking blij mee, maar ik zal hem nog wel een keer goed laten zien. Hij staat nu op alarm, dus moet er niet aan zitten, maar het alles in smoke. Dus ja, echt fucking blij mee.
Oh, ik heb me voor het eerst in dagen weer een beetje opgemaakt. Daarmee ook. En we zijn nu bij de McDrive, want we dachten, ja, hier kunnen we echt leven. We zijn allemaal negatief getest. En we voelden ons gewoon super goed, dus we gaan gewoon door de McDrive. We gaan even avondeten halen, want daar hadden we heel veel zin in. Ja, het is al 9 uur. Ja, het is al 9 uur. We eten elke avond echt pas om 9:30. Dus dat heeft helemaal nergens om. Normaal. Ik ben niet scherp. Het is vandaag zaterdag. En ja, gisteravond hebben we eigenlijk niets gedaan. Ze hebben gewoon op tijd naar bed gegaan. Dus dat is een keer goed. Ik heb wel weer uitgeslapen, want ik ben gewoon veel te moe. Het is nu 1 uur. Ik heb me wel helemaal gedoucht en klaargemaakt. En ik ga zo meteen even met de scooter naar de stad toe. En dan ga ik mijn telefoon ophalen, want mijn telefoon is dus gemaakt. En ik ga even langs mijn ouders. Op 1,5 meter afstand. Want dat heb ik ook echt al heel lang niet gezien. En ik ga nu even een koffietje zetten. En misschien even wat eten maken. Maar ik heb echt totaal geen trek. Dus. Ja. Even kijken. Sorry voor deze vlog deze week. Ik heb echt bijna niet gevlogd. Maar. Ja, er was gewoon niks te vloggen. We hebben oprecht gewoon niks gedaan. We hebben echt oprecht niks gedaan. Mijn camera is bijna leeg, godverdomme. We hebben net even pancakes gegeten. Top. Zo, ik heb me even omgekleed, wil ik zeggen. Ik heb me niet omgekleed. Maar ik ga nu lekker op mijn scootertje rijden. Yay, zo leuk. Ik ben inmiddels weer in mijn eigen huis, want ik ging even een koffietje doen met mijn moeder, want ik had haar natuurlijk al heel lang niet gezien op afstand. En ik heb gewoon een heel nieuw toestel gekregen van Vodafone. Fucking chill. Gewoon een hele nieuwe iPhone, want ja, hij was dus zo kapot dat ze het gewoon niet konden maken. En het was dus wel een fout van Apple. Dus ja, echt top. Ik heb gewoon helemaal een nieuwe telefoon. Super snel, super chill. Alleen het kut is, ik ben echt al een uur aan het wachten. Want ik heb hem geüpdate vanuit mijn iCloud. En hij is al die apps opnieuw aan het downloaden. En dat duurt zo fucking lang. En ja, ik heb geen wifi in dat huis natuurlijk. Dus ik kan ook geen vlogs uploaden en zo. Dus ik moet letterlijk wachten tot die kuttelefoon is klaar is. Echt super irritant. Maar ja. Ook zie ik dat ik een heel leuk pakketje heb binnengekregen. Ik ben natuurlijk nog niet thuis geweest, dus ik heb al mijn pakketjes niet gezien. Dit pakketje is van Cecil's. En hier heb ik voor mij zo leuke dingen van gekregen. Ik ga even kijken. Oh, dit is echt vet leuk. Kijk hoe leuk dit is ingepakt. Ik zal sowieso in de bestelling. Ik zal sowieso in de beschrijving zetten. En ik heb dus ook een kortingscode Sarah15. Heel erg leuk. Ik ga even laten zien wat ik heb. Ik heb deze hele leuke lila flare. Hoe cute. Echt super cute. En ik heb deze volgens mij in de maat M. Ja, ik heb deze in de maat M. Ik zal hem zo eventjes aantrekken. En ik heb een heel leuk nude pak. Ik heb zeg maar een bikershort. In deze nude kleur en daarop dit oversized shirt. Dus het is echt een super leuk pakje om in te chillen. Ik ga het allebei nu aandoen en laten zien, want ik heb toch niks beters te doen. Ik heb als eerste de lila broek aan. Super cute. Hij is gewoon, hoe noem je dat? Gewoon heel aansluitend. Zo is hij van achter. Ook heel leuk. Ja, echt heel blij mee. Zit lekker, lekker stofje. En echt een super leuk kleurtje. Ik heb nu het chillpak aan. En het broekje zit heel erg mooi. Super lekker. Ik heb volgens mij dit ook in maat M. Van achter ziet het er zo uit. Het is wel een beetje doorschijnend. Dus je moet een nude iets eronder aan. En het shirt is nog een beetje kreukeld. Want het komt natuurlijk net uit de doos. Maar dit moet ik gewoon even strijken. Maar hoe lekker is het om in te chillen. En hoe leuk. Super blij mee. Dus wil je het bestellen, gebruik mijn code Sarah15. En ik zal een linkje in de beschrijving sowieso zetten. Zonnebrillen live, want ik zie er niet uit. Maar we gaan weer naar de Mac. Oh, die kut batterij is op. We gaan naar de Mac en Chris is de hele dag aan het vissen. En hij heeft echt fucking bizarre dingen allemaal gevonden. Gevist? Gevist? Gevangen. Aan jullie, wat kan ervan? Ja, het is niet normaal. Ik heb allemaal visjes gevangen en allemaal kreeften. Ja, heel veel kreeften. Ik heb van SpongeBob ook gevangen.
Hier, wacht, ik zal even een filmpje laten zien van die vis. Oh ja. Wacht, hier. Hele grote vis. Morgen allemaal. Goedemorgen, het is fucking 5 uur of zo, of 6, hoe laat is het? 4:15. Nou, het is vandaag, het is maandag, het is een nieuwe weekvlog. Ik ga mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. Het was een quarantaine weekvlog. Volgens mij was die echt super kort, want ik heb echt een klote gedaan. Maar ik ga even kijken of ik het online ga gooien. Ik zie het dan wel of ik plak het samen met de andere weekvlog. Maar ja, bedankt voor het kijken. Like, share, abonneer. You know what to do. En dan zie ik je bij de volgende weekvlog weer of video. Bye!